Christen, hoe vriendelijk ben jij? Ben jij bijbelsvriendelijk? Bijbelse vriendelijkheid heeft Jezus Christus als standaard. Jezus is het perfecte voorbeeld van bijbelse vriendelijkheid. God laat zien wat voor vrucht Hij van jouw leven wil laten plukken door de ander, door Jezus' voorbeeld heen. Dus is deze vrucht, bijbelse vriendelijkheid, te plukken van jouw leven? Is de vrucht van de Geest aanwezig in jouw leven, christen? Mijn naam is Casper de Haan, ik heb het voorrecht om te dienen in de kerk hier in het dorp waar ik woon. En een van mijn grote passies is het woord van God onderwijzen, zodat het woord ook praktisch wordt en we het woord kunnen toepassen, zodat ons denken veranderd wordt naar Bijbels denken en we dat gaan toepassen. En onderdeel van Bijbels denken is dat we gaan zien wat Gods woord tegen ons zegt, dat we doorhebben wat de Bijbel aan ons opdraagt. En in Galaten 5, vers 22 geeft God ons mee wat de vrucht van de Geest is. De vrucht die de ander moet kunnen plukken van ons leven. En Paulus schrijft dan in Galaten 5, in vers 22, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. God geeft aan dat dit is wat ons leven moet voortbrengen. En we gaan vandaag kijken naar het vijfde onderdeel van de vrucht van de Geest, bijbelse vriendelijkheid. En wat heel mooi is hieraan, is dat dit een heel bijzonder iets is. In de huidige maatschappij is het namelijk niet meer normaal om vriendelijk te zijn. Zeker niet naar vreemdelingen en al helemaal niet naar mensen met wie jij het niet eens bent. Om vriendelijk te zijn naar hen is wat we niet of nauwelijks zien in de maatschappij om ons heen. We worden steeds meer het tegenovergestelde van vriendelijk. En ook in de kerk is vriendelijkheid niet meer vanzelfsprekend. Het is iets dat niet langer overal zichtbaar is, terwijl het wel onderdeel is van de vrucht van de Geest en daarmee overal te vinden en te plukken zou moeten zijn bij christenen, van christenen, voor christenen en ook voor de wereld om ons heen. Maar voor we in vriendelijkheid kunnen duiken, voor we kunnen kijken wat het is, moeten we weten waar hebben we het over. Wat is bijbelse vriendelijkheid? En we moeten begrijpen wat vriendelijkheid is om te weten hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Nou, in bron 1 kan je vinden in de videoomschrijving dat Van Dale vriendelijkheid definieert als van goede gezindheid getuigend, welwillend of hartelijk. En het tegenovergestelde van de definitie van vriendelijkheid is bijvoorbeeld bot, dreigend, grimmig, kortaf, onvriendelijk of stuurs. En dat kan je in bron 2 vinden. En als je om je heen kijkt in de hedendaagse wereld, is bot, grimmig, kortaf, stuurs, is veel meer wat je ziet. Als je om je heen kijkt in de kerk, is dit veel meer wat je ziet dan bijbelse vriendelijkheid. Maar dit zegt niks over hoe God vriendelijkheid omschrijft. Dit zegt alleen hoe een werelds woordenboek als Van Dale het omschrijft. En om te weten wat God zegt, om te weten hoe God vriendelijkheid definieert en wat Hij daarmee ook van ons vraagt, moeten we gaan graven in het woord van God. We moeten een juiste bijbelse definitie van vriendelijkheid gaan vinden, zodat we kunnen kijken hoe we vriendelijkheid ook kunnen gaan toepassen in ons dagelijks leven. Dus laten we kijken naar een bijbelse definitie van vriendelijkheid, zodat we weten wat de Heilige Geest bedoelt als Hij het heeft over vriendelijkheid en wat de Geest in ons wil voortbrengen. Nou, 2 Petrus 1 maakt duidelijk dat de Heilige Geest de auteur van de Bijbel is. En Hij gebruikt dus daarmee ook niet per ongeluk woorden. De Heilige Geest doet niks per ongeluk en zal ook nooit iets per ongeluk doen. Daarom is het nuttig en daarom is het zo interessant om te kijken naar de grondtekst van een woord in de Bijbel. Want de Nederlandse vertaling is niet wat geïnspireerd is door de Heilige Geest. De grondtekst is waar de inspiratie van de Heilige Geest zit. En natuurlijk worden vertalers ook geleid van het Grieks naar het Nederlands, het Hebreeuws en het Aramees. Maar de originele tekst is waarover geschreven wordt dat dat door de Heilige Geest ingeademd is. En in het geval van vriendelijk en vriendelijkheid, het woord waar het over gaat in Galaten 5, is het woord chrēstotēs. Dat kan je in bron 3 vinden van de videoomschrijving. En als je gaat kijken naar de bron van dat woord, de stam van dat woord, de oorsprong van dat woord, chrēstotēs, dan kom je op Graomai. Dat kan je in bron 4 vinden. En waarom is dit zo interessant? Nou, Graomai staat in de middelste stem. Daar heb ik het al eerder over gehad. In bron 5 kan je een uitleg vinden over wat de middelste stem in het Grieks is. Maar de samenvatting daarvan is dat het een handeling is die je zelf doet, waar je zelf voor kiest. En daarmee is vriendelijkheid dus een keuze die jij maakt om te handelen richting de ander. Het is iets waarvoor jij kiest om te doen, niet iets wat jou opgelegd wordt of wat een ander jou aandoet. Het is een keuze die ik maak naar de ander. En dit zegt natuurlijk niet wat de definitie van vriendelijkheid is, maar het laat wel zien dat vriendelijkheid een keuze is, vanuit Gods perspectief. Het laat zien dat vriendelijkheid voor God veel meer is dan alleen dan iets dat Hij ons aandoet. Wij moeten ook kiezen om te gaan handelen naar de vriendelijkheid die Hij wil voortbrengen in ons leven. En het woord chrēstotēs, dat woord voor vriendelijkheid, betekent onder andere morele goedheid, integriteit en vriendelijkheid. En dat kan je in bron 3 vinden. En dat is ook het gebruik dat we terug gaan zien wanneer chrēstotēs, het woord voor vriendelijkheid, wat we ook in Galaten 5 zien, gebruikt wordt in de Bijbel. En als we naar de eerste plek kijken waar deze vriendelijkheid voorkomt, moet ik zeggen, dan moeten we naar Romeinen hoofdstuk 2. En daar schrijft Paulus het volgende in vers 1 tot en met 4. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u het oordeel van God zult ontkomen? En hier komt het, of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid? En dat is het woord chrēstotēs, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Nou, Paulus is hier een hele uitleg aan het geven. We vallen midden in een hele uitleg hier. Maar Paulus laat zien dat het de rijkdom van Gods goedheid is die ervoor zorgt dat mensen tot bekering kunnen komen. Dat mensen kunnen reageren met geloof op de oproep van God om zich te bekeren, om bij hem te komen. En het is Gods geduld dat hij met ons omgaat, op die manier. Zijn goedertierenheid. Wij verdienen oordeel, zoals vers 1 tot en met 3 ook heel erg duidelijk maken in het stuk van Romeinen 2. Maar in Gods goedheid, in zijn goedertierenheid, in zijn morele goedheid, zijn vriendelijkheid, geeft hij ons dat oordeel niet. Maar krijgen wij de mogelijkheid om gered te worden. En Paulus maakt hierbij natuurlijk dan het punt, want dat is de grotere boodschap van de Romeinenbrief, dat Jezus het oordeel gedragen heeft. En dat alleen geloof in Jezus de reden is dat iemand het oordeel niet krijgt. Niet omdat iemand uit zichzelf opeens goed genoeg is. En belangrijk voor onze studie is wat Paulus in vers 4 zegt, namelijk de rijkdom van zijn goedertierenheid. Nou, dit is ook de eerste keer in de Bijbel dat het woord chrēstotēs voorkomt en dat het op deze manier gebruikt wordt. En het is een uiting van Gods goedheid, van Gods vriendelijkheid. Het is een uiting van wie hij is, van zijn integriteit en morele goedheid. En daarmee is God zelf, met rijkdom aan deze goedertierenheid, de lat en de standaard die neergelegd wordt om dit woord goed te begrijpen. God gaat zo ontzettend goed en liefdevol en moreel goed met ons om, zo integer, dat hij het voorbeeld is om te volgen als het gaat om bijbelse vriendelijkheid. En zoals met alle onderdelen van de vrucht van de geest, is God zelf dus het voorbeeld, de lat, de standaard voor hoe dit te leven. En hij is daarmee dus ook het voorbeeld van hoe dit zichtbaar moet worden, hoe dit tot uiting moet komen. En dat maakte dus ook dat dit een vrucht van de Geest is, niet iets wat wij zelf kunnen voortbrengen. Het is iets dat God in ons moet doen, omdat de lat zo ontzettend hoog ligt. De rijkdom van Gods goedertierenheid is bijvoorbeeld dat elke dag de zon opkomt. Dat zoals Mattheüs 5:45 zegt, dat het regent op de rechtvaardige en op de onrechtvaardige. Gods goedertierenheid is dat Hij oordeelt niet naar wat we wel verdienen, maar dat Hij ons genade geeft in Jezus Christus voor degenen die geloven. Zoals Efeze 2:8 en 9 ons dat bijvoorbeeld leert. Gods vriendelijkheid is daarmee dus iets heel praktisch. Want het is iets dat de ander merkt. Het is iets waar de ander een voordeel uit haalt, waar de ander een vrucht van plukt. Het is geen theoretisch iets of iets dat alleen in boeken te vinden is of wat alleen voor hele hoge geleerden te begrijpen is. Nee, dit is voor ieder mens te begrijpen omdat het merkbaar is. En dat is zo fijn aan hoe God met ons omgaat. Dat is op basis van zijn goedheid, van zijn vriendelijkheid. Maar dat zegt dus ook voor ons hoe wij deze bijbelse vriendelijkheid, deze morele goedheid en juistheid, deze integriteit moeten leven en hoe de ander dus daar de vrucht van moet kunnen plukken. Gods voorbeeld van vriendelijkheid wordt heel zichtbaar in het woord. En zo zichtbaar moet onze vriendelijkheid, onze morele goedheid dus ook worden. Want dat is wie God is en dat is de God die dit als vrucht in ons leven wil voortbrengen. En Gods standaard moet de lat voor ons zijn. Jezus, die het ultieme voorbeeld van bijbelse vriendelijkheid is, moet de lat voor ons worden in alles, dus ook in bijbelse vriendelijkheid en dat leven naar de mensen om ons heen. En Gods vriendelijkheid is zichtbaar in wat Hij doet, in hoe Hij het doet, maar ook in wat Hij laat. En dat is ook hoe vriendelijkheid zichtbaar en plukbaar wordt. En hoe dat zo is bij God, maar hoe dat ook zo moet worden bij ons. En diezelfde eigenschappen die God heeft en die aan zijn gedrag toegewezen kunnen worden, toegeschreven kunnen worden, moeten kunnen worden toegeschreven aan ons en aan ons gedrag. Omdat wij meer op Jezus moeten lijken, Romeinen 8:29. En omdat de Heilige Geest vrucht in ons leven wil voortbrengen. Maar laten we dan kijken in Gods woord naar wat God doet, naar hoe Hij dingen doet en wat Hij laat vanuit het perspectief van bijbelse vriendelijkheid. Nou, om dat te doen gaan we naar Titus hoofdstuk 3. Paulus is daar aan het schrijven naar een voorganger en hij zegt tegen Titus in Titus 3 vers 3 tot en met 7. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mens verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Tot zover. Nou, in dit stuk laat Paulus zien aan Titus wat God doet. God zag onze staat en wist van onze staat. Wij zijn onverstandig, ongehoorzaam, dwalend. Alle dingen die in vers 3 genoemd worden. Maar, zo'n mooi tegenstellingswoord wat in vers 4 staat. Hij maakte ons zalig. Hoe? Toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde aan de mensen verschenen is. En dat deed hij vanwege zijn barmhartigheid, zegt vers 5 ook. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, is wat Paulus zegt. En hij gaf ons dus allerlei zegeningen, zoals Paulus uitlegt in vers 5, 6 en 7. Maar wat we zien is dat de goedertierenheid, de vriendelijkheid van God, onze zaligmaker, verschenen is. Zijn goedheid kwam praktisch op het toneel en deelde van alles uit aan ons als ontvangers. Gods goedertierenheid, Gods vriendelijkheid wordt daarmee heel praktisch, want hij gaf zijn zoon, zodat wij gered kunnen worden. Een boodschap die ik nog dagelijks nodig heb, die jij, u en ik dagelijks nodig hebben, christen. De wetenschap dat God zijn zoon gaf, zodat wij nu bij hem kunnen komen. Dat is Bijbelse vriendelijkheid in optima forma, in de ultieme vorm. En hij gaf dit cadeau, dit fantastische cadeau dat groter is dan dat wij beseffen, toen wij onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend waren. Dat is wanneer God dit gaf. Dat is wanneer Bijbelse vriendelijkheid dus al in actie komt. Echte Bijbelse vriendelijkheid volgt dit voorbeeld. God toonde zijn goedheid en zijn vriendelijkheid richting jou, u en mij, richting de mens, toen wij het minst verdienden. Maar Gods goedheid, Gods vriendelijkheid was er. Hij gaf bovenmate toen de ontvanger hem met hardste afwees. Dat is Bijbelse vriendelijkheid. Dat is wat God doet en dat is daarmee ook wat wij horen te doen, als wij bijbels willen handelen naar Gods standaard. Als we verder kijken naar hoe God dingen doet, dan zien we bijvoorbeeld wat er in Galaten 5 staat. Het stuk dat we hebben gelezen, de tekst die hoort bij deze serie. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dan terug naar Titus 3. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mens verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Waarom haal ik deze tekst opnieuw aan? Omdat duidelijk wordt hier hoe God dit doet. Het is niet iets dat we zelf moeten doen, deze Bijbelse vriendelijkheid, maar het is een vrucht van de geest. Het is uitgegoten door Jezus Christus, zoals we in Titus en Galaten zagen. En daarmee wordt het dus weer duidelijk dat het zijn werk is, dat het zijn gave is en dat het niet iets is dat we zelf moeten doen. Dus de hoe van Gods Bijbelse vriendelijkheid wordt zichtbaar in Jezus Christus. Wordt zichtbaar in het werk door en van de Heilige Geest. En Jezus' komst naar de aarde, Jezus' dood, Jezus' opstanding en Jezus' hemelvaart. Het evangelie, bestaande uit 4 delen. Dat is Gods uiting van Bijbelse vriendelijkheid. Alles dat Jezus voor ons gedaan heeft, alles dat Jezus tot op de dag van vandaag voor ons doet, is hoe God zijn goedertierenheid en zijn vriendelijkheid bewijst aan ons. Hoe het zichtbaar wordt voor ons. En heel belangrijk is dus dat we zien dat het hoe van Gods vriendelijkheid is dat Jezus zichzelf gaf. Voor de ander. Door te sterven aan het kruis voor de ander. Dat is wat Titus 3 ons leert over Gods goedertierenheid, Gods vriendelijkheid. Gods geweldige vriendelijkheid gaat daarmee zoveel verder dan een lieve glimlach. Dan iemand het goede wensen of aardig zijn. Jezus is het voorbeeld die zichzelf gaf, die voor ons stierf aan een kruis. Dat is Bijbelse vriendelijkheid. En dat gaat zoveel verder dan hoe wij de wereld, of hoe in de wereld en vaak ook in de kerk, naar vriendelijkheid gekeken wordt. En dat legt de lat voor hoe wij Bijbelse vriendelijkheid moeten tonen ontzettend hoog. En daarom is het een onderdeel van de vrucht van de geest. Dit gaat om goddelijke zaken, om dingen die ik Casper de Haan, niet uit mezelf kan. Dit zijn dingen die wij allemaal moeten verwachten van God, moeten vragen naar God. Want het is een voorbeeld wat wij niet kunnen halen. De lat ligt onbereikbaar hoog. Dit moet onder de leiding van de Heilige Geest. Nou, we hebben gekeken naar wat God doet, naar hoe God doet, maar we moeten ook weten wat laat God. Want ook in wat hij niet doet, zit heel veel van zijn Bijbelse vriendelijkheid. En om te weten wat God laat, gaan we naar de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 11, waar Paulus in vers 22 het volgende schrijft. Zie dan de goedertierenheid en strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid. Als u in de goedertierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En dit woord goedertierenheid is dat chrēstotēs, dat Griekse woord voor vriendelijkheid. Nou, de context van dit stuk is Paulus' uitleg over Gods trouw richting Israël, in de grotere context van de hele Romeinenbrief die over rechtvaardiging gaat. En in dit prachtige stuk over Gods trouw naar Israël laat God zien hoe hij met zijn volk omgaat. En dat dat een blauwdruk is voor hoe hij met de kerk omgaat. Zijn trouw naar Israël is iets waar wij als kerk van mogen genieten. En bij die uitleg laat Paulus zien hoe God met zijn volk omgaat en dat hij goedertierenheid of vriendelijkheid toont aan hen die bij hem blijven en strengheid over hen die bij hem weggaan. Nou, en in de videoomschrijving staan studies die ik gegeven heb vanuit de Romeinenbrief, mocht je meer details willen weten over dit hele stuk, maar ook überhaupt verder in Romeinen, waarin ik inga op de details ook van dit stuk uit Romeinen 11, want het is een ingewikkeld stuk. Maar wat voor vandaag belangrijk is, is dat Gods vriendelijkheid of Gods goedertierenheid tegenover zijn strengheid wordt gezet. En het woord voor strengheid in het Grieks is apotomai, dat kan je in bron 6 vinden, wat van de stam apotomos, bron 7, komt. En apotomos betekent scherp of afsnijden. En dat kan je in bron 8 vinden als je daar meer over wil weten. Maar wat dus het punt is dat Paulus maakt in relatie ook tot die goedertierenheid, die Bijbelse vriendelijkheid, is dat God zijn kinderen niet afsnijdt of afscheidt van zichzelf. Vriendelijkheid en deze strengheid worden recht tegenover elkaar gezet in Paulus' denken, omdat ze recht tegenover elkaar staan bij God. Wat duidelijk wordt uit dit stuk, wat God dus laat, is om ons af te snijden, of ons af te scheiden van zichzelf, als wij in zijn goedertierenheid blijven. Hij zorgt er dus voor dat we bij hem kunnen komen, ondanks ons falen, dat we terug kunnen komen, vergeving kunnen vragen en bij hem en in hem kunnen blijven. Dat is de genade en de zegen die hij geeft. Dus het wat en het hoe en het laten van Gods vriendelijkheid laten zien hoe geweldig groot hij is. Het laat zien wat hij doet, hoe hij dingen doet, maar ook dat hij ons niet afsnijdt, terwijl we dat wel eigenlijk verdienen door onze ontrouw richting hem. En het is niet verdiend door de ontvanger dat deze vriendelijkheid gegeven wordt. Het is een goddelijk iets. Het is genade. En dat maakt het een geweldig iets voor de ander om te kunnen plukken. Maar tegelijk dus ook weer iets dat we niet vanuit onszelf kunnen voortbrengen. De Heilige Geest moet dit in ons doen. Nou, een ander belangrijk iets om een Bijbelse definitie van vriendelijkheid te hebben, is om duidelijk te zien dat dit in contrast staat met de werken van het vlees. En ik weet dat ik dit al eerder aangehaald heb bij eerdere onderdelen van de vrucht van de geest, maar we moeten dit echt heel erg goed doorhebben. Dat de werken van het vlees lijnrecht tegenover de vrucht van de geest staat. De werken van het vlees en de vrucht van de geest kunnen niet samengaan. Daarbij kan het niet een beetje van magie en een beetje van jezelf zijn. Als we kijken in Galaten 5, dan zien we in vers 19, 20 en 21 het volgende. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En dan vers 22. De vrucht van de geest is echter een contrast ten opzichte van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht van de geest staat in contrast tot de werken van het vlees. En Paulus, die hier geleid door de geest schrijft, geeft ons dus een beeld, een heel duidelijk beeld van wat het vlees wil in vers 19 tot en met 21. En hoe dat tegenover de wil van de Heilige Geest staat en de werken van de Heilige Geest. Deze twee staan lijnrecht tegenover elkaar. En dat woord echter, wat ik net aanhaalde, dat is ook een maar of een daartegenover. Dat is wat dat aangeeft. De geest wil ons zo leiden dat zijn wil gedaan wordt in en door ons heen. Dat de ander in plaats van de vrucht van het vlees, de vrucht van de geest van ons leven kan plukken. En de werken van het vlees die Paulus omschrijft, staan allemaal lijnrecht tegenover bijbelse vriendelijkheid, tegenover de vrucht van de geest. Ze zijn op geen enkele manier met elkaar te matchen. In vers 19 spreekt Paulus over overspel, over hoererij, over onreinheid, over losbandigheid. Dat zijn dingen die niet naar Gods voorbeeld van bijbelse vriendelijkheid zijn. Morele goedheid of integriteit zijn niet te matchen met deze dingen. De werken van het vlees zijn juist het afwijzen van Gods goedheid, van Gods integriteit of de werken die God zelf doet. Niets van de dingen in vers 19 matcht met Gods voorbeeld van vriendelijkheid. De afgoderij en toverij in vers 20 hier zijn juist voorbeelden van daden die God nooit zou doen. Voor bijbelse vriendelijkheid horen we nogmaals Gods voorbeeld te volgen, Jezus voorbeeld. Hij is de lat en de standaard. En daarmee dan ook het voorbeeld van Gods daden wat niet past bij afgoderij en toverij. Vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, al die dingen zijn niet passend bij wie God is, de God die zijn Zoon voor ons gaf. Zijn uiting van liefde, zijn uiting van goedheid die wij niet verdienen, terwijl Hij het geeft op het moment dat wij het minste verdienen, dat past niet bij deze dingen. Dat bijbelse vriendelijkheid past niet bij wat er hier op het scherm staat. Dus vijandschappen, ruzie, afgunst, etc. kunnen niet bijbelse vriendelijkheid zijn. En passen daarbij niet bij de vrucht van de geest. Nou ja, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke zijn op geen enkele manier te matchen met wie God is. Met zijn vriendelijkheid, met de vrucht van de geest. Want alleen God is goed en alleen Hij handelt altijd naar wat juist is. Altijd genadig, altijd trouw. En alleen God is daarmee de belichaming van bijbelse vriendelijkheid. En bijbelse vriendelijkheid staat dus lijnrecht tegenover alle werken van het vlees, maar werkt tegelijk ook perfect samen met alle onderdelen van de vrucht van de geest. Alle vruchten, of alle eigenschappen van de vrucht van de geest moet ik zeggen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan niet het een wel en het ander niet hebben. Liefde, blijdschap, vrede, geduld zijn vriendelijk. Het is heel vriendelijk, bijbels vriendelijk, om de ander bijbels lief te hebben. Het is bijbels vriendelijk om bijbelse blijdschap te hebben en te leven naar de ander. Datzelfde geldt voor vrede en voor geduld. Al deze dingen zijn moreel goed en integer. En dit alles is wat God zou doen, hoe God het zou doen, en past in het plaatje van wie hij is. Ook goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn vriendelijk. En ook hierin is dus vriendelijkheid een eigenschap die terugkomt. Geen van deze dingen, geen van de onderdelen van de vrucht van de geest staat los van bijbelse vriendelijkheid. Het past in het hele plaatje van wie hij is en daardoor van wat de geest door ons leven naar de ander plukbaar en beschikbaar wil maken. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft gezegd: de christen die geduldig is, zal zichzelf niet wreken of slechte dingen wensen voor hen die hem tegenwerken. Hij zal vriendelijk en zachtaardig zijn, zelfs richting hen die beledigend zijn, en zal goedheid zaaien waar anderen kwaad zaaien. De menselijke natuur kan dit niet uit zichzelf. Alleen Gods geest kan dit doen. Einde citaat. En dit kan je via bron 10 kan je dit vinden. Dit laat dus maar zien dat bijbelse vriendelijkheid perfect samenwerkt met de rest van de vrucht van de geest. En daardoor in compleet contrast staat met de werken van het vlees, omdat het een niet met het ander te vereenzelvigen is. Samenvattend is bijbelse vriendelijkheid dus iets goddelijks en heeft het God als voorbeeld. We moeten doen wat God zegt, hoe hij het doet en laten wat hij niet zou doen. Waarbij het voorbeeld dus Jezus Christus is, die zijn leven gaf voor de mens die het minst verdiende. En het gaat in perfecte harmonie, bijbelse vriendelijkheid, met alle onderdelen van de vrucht van de geest en staat in schril contrast tot de werken van het vlees. Dat is wat de Heilige Geest wil voortbrengen in en door onze levens heen. Dit is wat de ander moet gaan plukken van ons leven. Maar dat beantwoordt nog niet de vraag hoe je dit dan ook praktisch leeft. Hoe je bijbelse vriendelijkheid gaat leven. Daarvoor wil ik verder kijken naar alle plekken waar bijbelse vriendelijkheid genoemd wordt. En in Romeinen 3 vers 12 staat het volgende. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Nou, het woord voor goed doet is hetzelfde als vriendelijkheid in het Grieks. En dat kan je in bron 9 in de videoomschrijving vinden. Maar het is dus volgens de God die wel alles goed doet, onmogelijk voor de mens om zelf zo vriendelijk of goed te zijn als nodig is. En we schieten dus hier allemaal tekort in. Allen hebben gezondigd en schieten tekort ten opzichte van Gods standaard. Zegt Romeinen 3 niet, vers 23 niet voor niets. En dat maakt het dus al ingewikkeld, en daarmee bedoel ik onmogelijk, om dit te leven. Laat staan om de ander hier de vrucht van te laten plukken. En daarom is de vraag van hoe je dit leeft, er is niemand die goed doet, hoe moeten we dan goed doen, is zo belangrijk. We moeten leren hoe dit realiteit wordt in ons leven, zodat we ook de vrucht van de geest zullen gaan leven naar zijn wil. En daarvoor gaan we verder kijken en zien we wat Efeze hoofdstuk 2 ons leert. Daar staat in vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Nou, de goedertierenheid waar de geest ons hierop wijst is hetzelfde woord als in Galaten 5, 22. En dat kan je duidelijk vinden in bron 11. En God wil de alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons laten zien. En het belangrijkste punt wat hij hier zegt is, in Christus Jezus. En dat is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt van bijbelse vriendelijkheid leven. Dit is het uitgangspunt voor alle onderdelen van de vrucht van de geest. Maar zeker ook bijbelse vriendelijkheid, bijbelse goedertierenheid, bijbelse goedheid naar Jezus voorbeeld. En we moeten ons realiseren dat alles dat we hebben in Christus Jezus is. Alles dat we hebben als christenen. In Christus Jezus. Je zou erop moeten gaan letten hoeveel het woord spreekt over alles dat we in Christus Jezus hebben. Alleen al de combinatie in Christus levert 80 plus zoekresultaten op de website van de Herziene Statenvertaling. En dat kan je in bron 11 kan je dat vinden. Er is bijvoorbeeld geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn, zegt Romeinen 8:1. Ook kan niks ons scheiden van de liefde van Christus voor hen die in Christus zijn, zegt Romeinen 8:39. We zijn heiligen in Christus, zegt 1 Korinthe 1:2. We worden wijs in Christus, 1 Korinthe 4:10. Er is vrijheid in Christus, Galaten 2. En we zijn Gods kinderen door geloof in Christus, Galaten 3:26. En zo zijn er nog veel meer zegeningen die God ons geeft in Christus. Voor degenen die geloven, degenen die in Christus Jezus zijn. En wij ontvangen dus dan ook Gods vriendelijkheid en Gods goedertierenheid zelf in Christus, hebben we gelezen, wat er in Efeze 2:7 staat. En wat laat ons dat zien? Nou, dat laat zien dat de bron van deze goedertierenheid en vriendelijkheid Jezus zelf is. We hebben Jezus nodig om dit te kunnen ontvangen. En hoeveel meer hebben we Hem dan nodig om dit uit te kunnen delen? We moeten ontvangen van Hem, zodat we het kunnen uitdelen. We moeten dus beginnen bij het ontvangen van deze bijbelse goedertierenheid, deze bijbelse vriendelijkheid van Jezus Christus. We moeten dagelijks in Hem geloven, dagelijks de keuze maken om naar Zijn wil en standaard te leven. En dat moet in totale afhankelijkheid van Hem. We moeten elke dag wachten, luisteren. Elke dag zoeken naar Gods bijbelse vriendelijkheid en goedertierenheid. Het is alleen wanneer wij in Christus Jezus leven, dat bijbelse vriendelijkheid een vrucht van ons leven wordt. Alleen wanneer bijbelse vriendelijkheid de standaard is, wanneer we in Christus zijn, kunnen we dit leven. Maar hoe doe je dit dan praktisch? Want dit blijft nog steeds heel potentieel theoretisch. Nou, heel simpel, begin je dag met gebed. Ik heb zelf ook zo'n onding, zo'n telefoon. Begin je dag daar niet mee. Te veel mensen, zeker ook christenen, beginnen hun dag met door hun telefoon scrollen. En zelfs je Bijbel-app, ik zou je echt aanraden om niet op je Bijbel of op je telefoon je Bijbel te lezen. Pak zo'n papieren ding. Pak een echte fysieke Bijbel en ga daarin lezen. Dat betekent niet dat je je bed uit moet. Ik zelf doe dat wel. Maar zorg dat je je dag niet begint met je telefoon, maar dat je je dag begint met gebed. Het allereerste wanneer je je ogen open doet, hoort bidden te zijn en God te zoeken. Begin je dag daarmee in afhankelijkheid van God. Begin je dag met God aanroepen en uitspreken dat je Hem nodig hebt. Dat je Zijn werk in jou nodig hebt. En dat is namelijk het beste begin van de dag dat je maar kan hebben. Want wat doet dit? Het legt je focus vanaf het begin van de dag op God. En dat zal de rest van de dag sturen. En dit heb je nodig om Hem te kunnen eren, om Hem te loven, om de vrucht van de geest te kunnen leven. En gebed is hierin cruciaal. In de evangelie zien we Jezus continu bidden. En dat voorbeeld moeten we dan ook volgen. We zien dat Jezus 's nachts ging bidden, Lukas 6:12. We zien dat Jezus vroeg opstond om te bidden, Markus 1:35. Dat is het voorbeeld dat wij horen te volgen. De dag beginnen met gebed. Degene opzoeken die ons in staat kan stellen om te leven naar Gods wil, namelijk God zelf. Het tweede dat je praktisch kan doen om in Christus te zijn en in Christus te leven, begin je dag met gebed en met Bijbellezen. Het woord is ons geestelijk voedsel, zegt 1 Petrus 2 en 1 Korinthe 3 en Deuteronomium 8. Als wij geestelijk overeind willen blijven, als wij staande willen blijven in deze wereld, hebben we voedsel nodig, geestelijk voedsel. En Jezus is het woord, zegt Johannes 1:1, waarbij het dus nodig is dat wij Hem zelf tot ons nemen. Dat wij in Hem, onszelf in Hem plaatsen door ons onder te dompelen in het woord. Om in Christus te blijven, moeten we Hem tot ons nemen. Moeten we de Bijbel lezen. En nogmaals, mijn advies aan je is: doe dat niet op je telefoon. Doe dat met een fysieke Bijbel in handen. Want hoe makkelijk is het om alleen het vers van de dag te lezen op je telefoon? En God zij dank voor het vers van de dag. Dat zegent heel veel mensen. Maar om daarna door te gaan scrollen en andere dingen te gaan doen. In plaats van dat je tijd voor God maakt om Hem beter te leren kennen door het woord heen. Om veranderd te worden. Om bijbelse vriendelijkheid bijvoorbeeld te gaan zien in God. En om dat te gaan leven naar de mensen om je heen. Begin je dag met gebed en met het woord. En ten derde, vraag de Heilige Geest om jou te leiden. De Heilige Geest is onze helper, zegt Johannes 14:26. En in het Grieks wijst dit op een trooster, helper of iemand die langs zij komt. En dat kan je in bron 13 vinden. En dat is wat de Heilige Geest wil doen, wie Hij voor jou wil zijn. Hij wil jou helpen, Hij wil langs zij komen. Hij wil je leiden om te leven naar Gods wil. En Hij wil als God zelf jouw leven leiden en Hij wil jou sturen om Zijn geboden te houden, zegt Ezechiël 36:27 niet voor niets. En dat is wat wij nodig hebben om in Christus te leven. Zonder Zijn leiding gaat het niet lukken om in Christus te leven. Dus vraag de Heilige Geest om jou te leiden. Vraag Hem om jou te sturen in de situaties van het leven. Vraag Hem om jou te leiden in het doen van Zijn wil. Om jou opnieuw te vullen met zichzelf, zoals Efeze 5:18 leert. Zodat je Zijn leiding zal herkennen, zal volgen en dat de vrucht van de Geest de standaard in jouw leven gaat worden. En dit is wat nodig is om in Christus te leven. Dit zijn handvatten om dingen te doen die je zullen helpen om Gods wil te zoeken, te herkennen en daadwerkelijk te doen. Dus laat God je leven leiden. Laat gebed een constante factor in je leven zijn. Laat Gods woord jouw voedsel zijn, elke dag. En word elke dag geleid door de Heilige Geest. Als we verder kijken naar hoe we dit mogen leven, dan mogen we lezen wat er in Colossenzen staat. In Colossenzen hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 12 staat het volgende. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft. Daarbij is het niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en schiet, slaaf en vrij, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Nou, Paulus legt hier uit in dit prachtige stuk hoe wij als christenen horen te zijn. Hoe we horen te leven. Wat zichtbaar hoort te zijn door de nieuwe mens, zoals hij in vers 10 zegt. En deze nieuwe mens moet aangetrokken worden. die overeenkomstig het beeld is van hem die hem geschapen heeft. En dat is heel belangrijk. Deze vriendelijkheid is onderdeel van de nieuwe mens. En het is daarmee onderdeel van onze nieuwe schepping, zoals 2 Korinthe 5:17 ook leert. En daarmee kunnen wij als christenen dus niet zeggen, ja, maar dat heb ik niet. Dat zit niet in mij. Nee, het zit wel in jou. Het zit namelijk in je nieuwe natuur. De nieuwe schepping heeft deze dingen in zich. De nieuwe mens heeft dit in zich. Dat zorgt ervoor dat we moeten kiezen om elk moment te leven naar die nieuwe natuur. En we moeten God dan ook vragen om ons hierin te leiden. En hij draagt ons op in vers 12. Kleed u zich dan, als ik het even weer op het scherm zet. Hij zegt, kleed u zich dan met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En deze opdracht, kleed u zich dan, is in het Grieks endio, kan je in bron 14 vinden. En dat wordt in de gebiedende wijs gebruikt. En dat is daarmee een opdracht. En de uitleg van de gebiedende wijs kan je in bron 15 vinden. Daarnaast staat dit woord in de middelste stam, in het Grieks, wat, zoals we al eerder van de middelste stam gezien hebben, iets is dat je jezelf, moet doen. Het is een keuze die jij maakt voor jouw gedrag, voor wat jij doet, waar de ander dan een resultaat van kan zien. En het onderwerp van een werkwoord in de middelste stam doet zichzelf iets aan in dit geval. En concreet betekent dit dat je biddend moet vragen aan God, want we willen Bijbelse vriendelijkheid praktisch maken. Vraag biddend aan God om deze natuur aan te doen. Vraag God om je te leiden in het leven naar de natuur die hij jou gegeven heeft. Dit is het proces van heiliging waar we dagelijks in zitten, van meer op Jezus Christus gaan lijken. Dit is het vernieuwd worden waar Paulus over spreekt in vers 10 van het stuk dat we net gelezen hebben. En dit hebben wij dagelijks nodig. Maar de keuze is daarmee aan jou, aan mij, aan u. Leven wij Bijbelse vriendelijkheid? Kiezen wij ervoor om biddend de dag in te gaan en afhankelijk van God te zijn? Hem te vragen om die nieuwe mens aan te doen? En dat te leven? Of kies jij om je vlees en de wereld te laten regeren? In plaats van de nieuwe natuur. God roept ons op om 100% voor hem te leven en 100% voor hem te kiezen. In de Korinthebrief, de 2 Korinthebrief, schrijft Paulus het volgende in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Of 6 vers 4 tot en met 6 bedoel ik. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in gespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Deze vriendelijkheid is een bewijs van dat wij Gods kinderen zijn. Is een bewijs van dat wij God volgen. En dat komt omdat het onderdeel is van de nieuwe mens. Dat maakt dit een zo belangrijke keuze. Een niet-optionele belangrijke keuze voor ons als christenen. Iets waar we echt stil bij moeten staan. En waar we ons van moeten realiseren hoe serieus dit is. Maak de keuze biddend om God na te volgen. Om Bijbelse vriendelijkheid te gaan leven. Want dit is wat je nodig hebt. Elke dag weer. Want dan zal je herkenbaar worden als een dienaar van God. Als je Bijbelse vriendelijkheid hebt en gaat leven naar de ander. Een volgend punt over hoe we dit praktisch moeten maken. Bijbelse vriendelijkheid staat in de Efezebrief. En in Efeze 5 vers 18 staat het volgende. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Nou, waarom is dit belangrijk? Omdat we het hebben over de vrucht van de geest. Dus is het heel erg belangrijk dat wij ook vervuld worden met de Geest. En de Heilige Geest moet dus betrokken zijn bij het leven van de vrucht van de Geest. Hij moet sturen, leiden, hij moet die vrucht voortbrengen, want het is de vrucht van de Geest. Hij moet het werk doen en wij moeten bereid zijn om bewerkt te worden, om vrucht te dragen, zoals Johannes 15 dat zegt. En om dit proces te kunnen ondergaan, moeten we doen wat Paulus schrijft in Efeze 5:18, wordt vervuld met de Geest. Nou, de opdracht hier staat, net zoals we eerder gelezen hebben over het aandoen van de nieuwe mens, in de imperatieve vorm of de gebiedende wijs. En nogmaals, dat kan je in bron 16 vinden. Daarmee is dit iets dat uitgevoerd moet worden. Het is geen vraag van God aan ons. Het is een opdracht. En wat we hier zien, is dat dit dus iets is dat nodig is. Niet optioneel. En de context van de opdracht wordt vervuld met de Geest, is dat we navolgers van God moeten zijn. Dat staat in Efeze 5:1. En de enige manier om zo te leven is vervuld met de Geest. Het is geen optionele stap, het is echt een kritieke stap voor ons. En het werkwoord voor wordt vervuld met de Geest, dat wordt vervuld, staat in de passieve vorm. En dat kan je in bron 17 vinden. En dat betekent dat we dit ondergaan, dit vervullen. Het is niet iets dat we onszelf aandoen, het is een passief werkwoord. En de website polyglot.com zegt over passieve werkwoorden in het Grieks: in de passieve vorm ondergaat het onderwerp het werkwoord of ontvangt de actie die aangeduid wordt door het werkwoord. Einde citaat. En dat kan je in bron 18 vinden. En hetgeen dat we moeten ondergaan is het gevuld worden. Het Grieks zegt letterlijk dat we volgemaakt moeten worden met de Geest. En dat kan je in bron 19 vinden. Bijbelcommentator Moule heeft gezegd: dit is de staat van een mens die niet te bereiken is door training, redeneren of door menselijk willen of wensen. Het is niets meer dan God die leidt en de controle heeft over het leven van een mens. Einde citaat. Dit is hoe we vriendelijkheid leven. Bijbelse vriendelijkheid leven. Als God de leiding heeft en de controle heeft over ons leven. Als de Heilige Geest degene is die aan het werk is. Die ons vult. En als God de leiding en de controle heeft. En dan en alleen dan kan de vrucht van de Geest voortgebracht worden. Plukbaar worden uit ons leven. En kan dus bijbelse vriendelijkheid iets zijn wat de ander kan plukken van ons leven. Vraag de Heilige Geest dus om je bij te vullen. En vraag hem dat herhaaldelijk. Dit gaat niet over redding, maar dit gaat over meer en meer luisteren naar zijn leiding. Dit gaat over het opnieuw gevoelig worden voor zijn leiding en het doen wat hij ons vraagt. En dit hebben we nodig, zeker als het gaat over de details van het dagelijkse leven en het leven van bijbelse vriendelijkheid in die details van het dagelijkse leven. Vraag de Heilige Geest om jou te vullen, om jou te leiden en om alles te zijn dat en wie jij nodig hebt. Als laatste punt over bijbelse vriendelijkheid wil ik aanhalen wat Jezus in Johannes hoofdstuk 5 tegen zijn discipelen zei. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat de Vader doet, dat doet de Zoon ook op dezelfde wijze. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat dit de standaard moet zijn. Al wat deze doet, zei Jezus. Gods gedrag, dat is de lat en de standaard. Gods houding, dat moet leidend zijn. Wat God doet, is wat wij moeten doen. Wat God niet doet, moeten wij dus ook niet doen. En bijbelse vriendelijkheid is een vrucht van de Geest. En we moeten daarvoor Gods voorbeeld volgen. Dat vereist dat wij God beter leren kennen. Want Jezus zegt, en ik zal het nog een keer op het scherm zetten: de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij niet dat de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet de Zoon ook op dezelfde wijze. Jezus zegt, wat ik de Vader zie doen, dat doe ik ook. Maar je moet er dan achter komen wat de ander doet. Want je kan niet zomaar zien wat de ander doet. Daarvoor moet je een investering doen. We kunnen niet zelf bedenken wat God doet en hoe hij dingen doet. Want zijn wegen zijn hoger dan die van ons, zegt Jesaja 55. En daarom heeft God ons zijn woord gegeven. Om daaruit te vogelen wie hij is en wat hij doet. Hoe hij dingen doet. En dat kunnen we niet zonder zijn leiding, zonder zijn wil en zijn genade te gaan leren kennen in zijn woord. Dus laat hem leiden, laat hem bepalen, laat hem jouw ogen openen voor wat hij doet, zodat jij ook dat kan doen. Volg zijn voorbeeld in alles. En door zijn voorbeeld te volgen kan en zal bijbelse vriendelijkheid een onderdeel worden van wie je bent, van wat we doen, en zal het een plukbare vrucht worden van ons leven. Dus christen, onderzoek je hart alsjeblieft. Vraag God om jou te laten zien waar je deze bijbelse vriendelijkheid nog niet leeft. Vraag hem om je leven te leiden zoals je dat nog nooit eerder meegemaakt hebt. Laat Gods voorbeeld de lat worden, de standaard worden, het voorbeeld worden dat jij wil volgen. Laat alles wie hij is bepalend worden voor jouw hele leven. Dat is wanneer de vrucht van de geest leidend gaat worden in jouw dagelijks leven. Als je God als voorbeeld neemt, zijn houding en zijn gedrag, als je geleid wordt door de Heilige Geest, als je je kleedt met vriendelijkheid en als je in Jezus Christus blijft. Dit zijn allemaal dingen die we van hem moeten vragen. Daarom hebben we het nodig dat God ons leidt en dat we dit aan hem vragen. Christen, Gods hart voor jou is dat je vrucht draagt. Vrucht die in schril contrast staat tot de werken van het vlees. Bijbelse vriendelijkheid is heel duidelijk een vrucht van de geest. Zeker als je kijkt naar de Bijbelse definitie. Bijbelse vriendelijkheid is iets goddelijks, want het heeft God als voorbeeld. Bijbelse vriendelijkheid doet wat God doet, hoe God het doet en het laat wat God laat. Het voorbeeld is Christus, zijn leven op aarde, zijn werk aan het kruis, is het ultieme voorbeeld van bijbelse vriendelijkheid in actie. En dit gaat dan ook in perfecte samenwerking met de onderdelen van de vruchten van de geest. Want het is zijn werk, het is God in ons. Dat is wat de Heilige Geest in jou wil doen. En dat is wat de ander mag gaan plukken door jouw leven heen. En dit moet een totale verandering zijn van denken, doen en laten in ons. We moeten hervormd worden in ons denken, zoals Romeinen 12:2 zegt. Want vanuit onszelf doen en kunnen wij dit niet. Jezus deelde dit uit toen hij gekruisigd werd, deze bijbelse vriendelijkheid. Want hij vergaf hen die hem aan het kruis sloegen, lezen we in Lukas 23. Hij behandelde mensen met bijbelse vriendelijkheid terwijl dat totaal onverdiend was. En dat is de lat. Dat is de standaard. En God doet dit tot op de dag van vandaag dagelijks richting ons. Geeft ons genade waar we dat niet verdienen. Hij gaat goed met ons om moreel juist, integer, waar wij oordeel verdienen. Want God heeft alle recht om ons dagelijks aan de kant te zetten, maar hij doet het niet. Vriendelijkheid regeert wie hij is en wat hij doet. Dat is ons voorbeeld. Dus christen, ben jij bijbels vriendelijk? Is jouw gedrag naar Jezus voorbeeld, naar Gods voorbeeld, naar hoe hij doet en wat hij doet? Zoek jij God elke dag? Bid jij elke dag? Lees je elke dag je Bijbel? Vraag je de Heilige Geest om jou te leiden? Leef jij in Christus? Leef jij onder de leiding van de Heilige Geest naar Gods voorbeeld? Of leef jij naar een eigen idee van wat je zou moeten doen en hoe je dingen zou moeten doen? Jezus is het perfecte voorbeeld van bijbelse vriendelijkheid. Dat is wat de Heilige Geest in jou, u en mij wil voortbrengen. Dat voorbeeld, zodat de ander bijbelse vriendelijkheid kan plukken van ons leven. Colossenzen 3:12 zegt, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Laten we bidden. Ja, Vader God, dank u wel dat u zo goed bent. Dat u zo vriendelijk, zo goedertieren met ons omgaat. Heere, want dat verdienen we totaal niet. Maar dank u wel dat u het doet, omdat u die God bent. Heere, laat ons leven dan ook bijbelse vriendelijkheid voortbrengen. Laat ons leven vol zijn van uw vriendelijkheid. En laat ons leven vriendelijkheid produceren naar de ander. Heere, vergeef ons waar wij niet bijbelse vriendelijkheid geleefd hebben. Waar wij geleefd hebben naar onze eigen standaard. Maar Heere, laat het zo zijn dat wij u beter leren kennen, meer gaan handelen naar wie u bent. Dat wij u als voorbeeld zullen hebben. Dat wij die nieuwe natuur zullen aandoen en zullen gaan leven naar wie u bent. Heilige Geest, leid ons alstublieft. Help ons om gevoelig te zijn voor uw leiding. Doe alstublieft uw wil in ons. En we vragen dit alles uit genade in Jezus' naam. Amen. Als je die video's goed en bijbelgetrouw vindt, vooral ook dat laatste, klik dan op de like-knop. Dat helpt echt met de algoritmes van Google en van YouTube. Klik op de abonneerknop, dan krijg je nieuwe video's. Klik op het belletje, zodat je notificaties krijgt. En vertel ook andere broeders en zusters over dit YouTube-kanaal. Want het is zo nodig dat Bijbels denken meer en meer aanwezig wordt. Meer en meer de standaard wordt voor christenen. Zodat we juist ook bijbelsvriendelijk zullen gaan zijn. En daardoor bijbels zullen gaan handelen naar Jezus' voorbeeld in elke situatie van het leven.